Van harte welkom bij de nieuwe 11 Insiders. Met mooi volk rond de tafel, want Wesley Sonck is erbij. Onze eigen Wesley Sonck. Maar ook Vincent Jansen, spits van The Great Old. Dag Vincent. Hallo. Of moet ik zeggen Vincent, Petrus, Anna, Sebastiaan, Jansen? Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ja? Ja, lange namen. Hoe zit het allemaal? Wie is wie in die naam? Het zijn gewoon namen die mijn ouders me gegeven hebben. Maar uiteindelijk... Niet van familieleden? Nee. En afkomstig, want ik heb er ook nog een paar roots liggen, uit het wondermooie Brabant. We moeten zeggen Noord-Brabant, hè? Noord-Brabant. Hees, ben je geboren? Ja, geboren. Hees. Ja. Weet jij wat Krullendonk is? Is dat geen is dat niet carnavalsnaam? Van? Ja, okay, ja, ja, blijkbaar is dat dan wel heel populair, hè? Ja, het is heel populair. Alleen, mijn ouders waren een van de weinige families die in Brabant eigenlijk nooit carnaval vierden. Oh, dus, Leo. Ja, maar ik heb daar uiteindelijk ben ik er wel in gegroeid, ikzelf. Ja. Dus jij bent carnavalist? Ja, uiteindelijk wel. Ja, ken je in België de carnavalsregio? Nee, nee. Dat is Aalst. Ken je Aalst? Nee. Crazy. Hij is afkomstig van de regio. Ik ben vandaar afkomstig, dus in de regio. Dus carnaval heeft heel veel. Ja, zeker. Heb je ooit een memorabele avond beleefd tijdens carnaval, vindt dat je de Polonaise liep? Dag. Dag. Ja. Een paar leuke dagen gehad met carnaval. Ja. Ja. Maar het is meestal dan een week of zo, volgens mij. En er zit altijd wel een vrije dag tussen. Dus dan ga je meestal met vrienden... Ja, heel populair in de regio, want ik hoorde zelfs dat Gullit af en toe wel, dat hij zelfs terugkwam van Italië om af en toe in Eindhoven dan nog even de Polonaise te lopen. Heel populair. Mm-hmm. Maar ik deed dat ook wel als het kon. Als je eens een vrije dag had rond carnaval, probeer ik dat ook. Maar goed, de bekendste is toch de Brazilianen. Hè? Dat zijn toch Neymar en zo, die pakken af en toe eens een... De schipper is een weekendje deze van Rio. Dus, Ben je al in Rio ooit geweest op vakantie? Nee, nog nooit. Nee, het zou mooi zijn. Hè? Ja, dat staat wel op mijn lijstje. De Copacabana. Ja. Ruud van Nistelrooy, woont die trouwens niet in Hees? Ja. Klopt. Hey, kijk eens aan. Ja. Mooi, hè? Ik val gewoon met de deur in huis even. Worden jullie kampioen? Ja, goede vraag. We zijn goed begonnen. We gaan wel zien waar het eindigt. Ik denk dat er nu wel lastige... Lastige wedstrijden aankomen, maar wat ik zeg, we zijn goed begonnen en we gaan gewoon zo door. En ik denk dat we daar eigenlijk ook pas kunnen zeggen over een paar maanden. Ja. Maar met die winning streak die er op een gegeven moment was natuurlijk, hè, hoe voelt dat in de hoofden? Word je dan misschien soms je eigen tegenstander? Dat je denkt van, het gaat heel vlot, concentratie houden? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we daar nog niet... het is pas eigenlijk sinds dit jaar dat het echt... Ja, vorig jaar hebben ze natuurlijk ook wel een goed jaar gehad, maar dat uiteindelijk echt zo goed loopt. En ik denk dat we daar allemaal nog te jong of te vroeg is om dat gevoel te hebben. Maar uiteindelijk willen we daar wel naartoe. Ja, er zit wel veel kwaliteit in de kern in vergelijking met de andere jaren. West, hoe zie jij dat? Als je ziet welke spelers aangetrokken hebben dit jaar, kan je dat wel stellen. Maar ik had ook een vraag voor Vincent. Je weet toch hoe het format van onze competitie, hè? Wanneer je top moet zijn. Leg het eens uit. Want... De play-off met z'n vieren. Ja, goed, leg het uit. De punten worden gewoon gehalveerd. Maar ze lachen er wel eens mee over de grenzen. Kan je het uitleggen aan je vrienden in Nederland? Ja, die zeggen het allemaal tegen mij van... u staat nu zoveel punten voor, maar straks is het maar de helft. Ja, dat is goed. Maar dat is nog steeds wel een voorsprong, snap je? En ik heb in Mexico gespeeld en daar was het gewoon nummer 1 tegen nummer 8 speelde kwartfinale. Dus een beetje het NBA-systeem, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. En dan valt alles weg, snap je? Dan kan je als betere ploeg toch een keertje verliezen? Nee, daarom. Dus dat systeem was voor mij heel gek. En, heel gek, heel apart om aan te wennen. En uiteindelijk heb ik dit nog nooit meegemaakt. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik kan het ook niet zeggen. Of misschien worden de play-offs wel heel vet. Ik weet het niet. Maar de laatste jaren... Het is wel leuk, hè, die play-offs. Ja, het is wel leuk voor de spanning. En voor de mensen, zeg maar, die neutrale kijkers zijn, is het wel heel leuk. Maar ik denk als speler zelf... Denk ik dat het soms wel tegenvalt. Als je bijvoorbeeld, zoals in Jode heeft... Maar dat was toch uniek wat die vorig jaar gedaan hebben... Om dan uiteindelijk halvering van de punten en uiteindelijk geen kampioen te hebben gespeeld. Nou, uiteindelijk voor mij denk ik, wat ik toen in Mexico heel erg merkte, is als je dan een keer een wedstrijd verloor, dat maakt op zich niet uit of je nou tweede werd of vierde uiteindelijk, zeg maar. En ik denk dat dat wel een mentaliteitsprobleem kan gaan worden als je een wedstrijd ingaat en dat je zoiets hebt van, of we deze nou winnen, dat maakt toch niet uit, want we zitten toch al in die top 8, snap je? En ik denk wel dat daar uiteindelijk geen probleem moet gaan worden.
Dat je dan zoiets hebt van, ah ja, als we nu verliezen, hè, dan kost het ons misschien maar een punt in de play-offs. En dat is uiteindelijk geen goed. Dat is de afgelopen jaren was dat gevoel er ook, omdat er altijd 6 ploegen waren. Maar nu is het 4. Ja. Dus als je onderweg punten gaat verliezen, gaan de meesten wel denken, dat had niet gemogen. Ja. Tot hiertoe. Wat is voor jou de verhouding van, wij waren gewoon beter in die wedstrijd die we wonnen, of daar zat het even mee? Hoe voelt dat? Ja, ik denk dat we wedstrijden van beide hebben gehad. Dat het uiteindelijk mee zat. Maar dat we ook wedstrijden hebben gehad waarin we wel echt domineerden. Ja. En waarin je de ervaring ook gewoon wel zag. Dat je bijvoorbeeld Cercluid, stonden we 1-0 voor, hebben we heel de wedstrijd eigenlijk onder druk gestaan. Maar ik had geen moment het idee van, oké, die gaan we weggeven. En dan uiteindelijk maken we ook de 2-0 en dan speel je de wedstrijd gewoon volwassen uit. Ja. We hebben volwassen wedstrijden gehad. Maar we hebben ook wel wedstrijden gehad, Serena thuis, dat je eigenlijk 2-0 voor staat, je de 2-1 tegen krijgt. Tegen Serena thuis. En dat je eigenlijk wel denkt van, oké, die wedstrijd moeten we afmaken. Maar dan lopen we niet uit naar 3-1, 4-1, ja. 5-1. Wat misschien wel zou moeten, maar dat hebben we dan uiteindelijk niet gedaan. Dus er zijn, denk ik, voor ons best wel verschillende wedstrijden geweest. En op dit moment hebben we wel geluk gehad in sommige wedstrijden, denk ik. Nou, maar Kortrijk was ook bizar, want jullie komen achter. Maar net ervoor, die 9 of 10 minuten, hebben jullie 2-3 heel goede kansen. Nou, dat was uiteindelijk, denk ik, een van onze betere helften dit seizoen, die we spelen. En dan heb ik liever dat we minder spelen en dat je hem wel wint. Of dat je wel met een voorsprong de rust in gaat. Want je weet ook, als je 2-0 achter staat bij rust Kortrijk, dat wordt gewoon heel lastig. Ja. Maar uiteindelijk hadden we nog steeds wel het idee dat er iets mogelijk was. Want we speelden gewoon heel goed. En is dat idee er ontstaan omdat je gewoon weet van, er is zoveel kwaliteit in de ploeg, individueel? Ja, ook. Maar ik denk ook de kwaliteit, ervaring. We weten van elkaar echt wel hoe of wat. Ook al is het nog steeds wel, denk ik, een ploeg die nog niet heel lang samen speelt. Ook met een nieuwe coach natuurlijk en een nieuwe manier van spelen. Maar we weten wel ook waar we naartoe willen. En dat zijn uiteindelijk wel wedstrijden die we liever eerder beslissen. En dat willen we ook wel naartoe, dat weten we ook. Ik vind Van Bommel, daar wordt over gezegd dat hij het heel helder brengt. Dat hij het heel duidelijk uitlegt. Ik vind dat hij heel Vlaams communiceert. Hij is heel bescheiden na wedstrijden. Somt hij ook alle negatieve punten op? We zijn er nog niet. On-Hollands, dat kennen ze hier niet. Het is geen Amsterdammer, hè? Nee, het is halve. Ze noemen dat reserve-Belgen, hè? Want hij is dan van Maasbracht, denk ik. Jij bent van Hees. Brabant is ook heel verwant aan België natuurlijk. Dat is anders dan boven de Moerdijk. Maar toch. Ja. Misschien in de media. Kijk, de interviews die hij geeft, die kijk ik niet. Maar in de kleedkamer is daar wel gewoon, geeft hij ook wel aan. Geeft hij de slechte punten ook aan. En die bespreken we ook natuurlijk. Wat is hij daar wel Hollander in de kleedkamer? Ja, ik denk het wel. Er is ook wat je zegt, er is een verschil. Of je uit Amsterdam komt of dat je uit Brabant komt. Of met de manier hoe je communiceert natuurlijk. Maar het gaat altijd wel op een goede manier. Ja. Hoe, zeg eens één ding dat je bijgebleven is. Dat hij jou 1-op-1 meegaf. Iets, geen cliché, maar echt iets waar je iets aan had. Ja, ik denk in het begin heel veel. Misschien het diepe weg blijven. Op een gegeven moment speelden we 2 keer tegen een blok van 5 in de Europa League. In een van de eerste wedstrijden. En dan kwam ik iets te veel in de bal. En dan gaat hij naast je zitten met zijn laptop en de beelden. En dan zegt hij van, in zulke gevallen moet je af en toe iets dieper weg blijven. En het is ook wennen aan elkaar natuurlijk. Want ik ben 6 jaar weg geweest uit Nederland. En hij heeft wel echt de Hollandse school als hoe die wil voetballen, zeg maar. Dus voor mij ook, om dan weer terug te komen naar de Nederlandse manier, was even aanpassen in het begin voor mij. Maar val je er wel snel in terug. Alleen, dat was wel verwennen in het begin. Ja. Maar jij bent toch niet de typische Nederlandse spits, hè? Ik denk dat je qua zijn, je bewegen, je doen, dat je meer naar België aanleunt. Want als je dan van Mexico terugkomt, hoe schat je onze competitie dan in? Want de meesten schrikken wel, hè? Ja, ik denk dat zeker. Maar ik denk dat mensen de Mexicaanse competitie echt onderschatten, want dat is echt een goede competitie. Voetbaltechnisch? Echt, ja. En het tempo? Ja, het is gewoon. Je hebt heel veel kwaliteitsspelers ook. En je moet ook niet vergeten dat je soms gewoon in 35 graden op hoogte ergens moet spelen. En het is gewoon heel anders. Het is wel heel anders voetballen. Dat is interessant, want Bart van Holderbeek, zelfs Hernan Lozano heeft een vraag gestuurd. Die vroeg zich af het verschil tussen het professionalisme Mexico, België, Holland. En dan Bart van Holderbeek, daarbij aansluitend, die vroeg, doe eens een ranking van kwaliteit België, Holland, Mexico. Kwaliteit in wat, Dave? Wat bedoel je? Voetbal, niveau, snelheid, totaalpakket. Van de kwaliteit van de league. Ik denk, ik zou Mexico op 1 zetten, denk ik. België op 2, Nederland op 3. Voetbaltechnisch? Ja, ik denk dan denk ik dat
dat misschien Nederland wel... Maar ja, oké, als je echt praat over het voetbal en het opbouwen natuurlijk. Maar in Nederland heb ik soms ook het idee... daar moet de centrale verdediger moet kunnen voetballen. Ja. En in België hoeft dat niet per se. Dan moet je gewoon... Een heel leuke anekdote. Ik zat deze week in studio's. Champions League, Toby zat bij mij. En we vertelden inderdaad van Atletico Madrid, het opbouwen wat hij geleerd had samen met Jan bij Ajax. Dat moest dan ineens weg. Want hij kwam bij Diego Simeone. Ja, en... die wil gewoon één touch weg. Nee, maar goed, dat soort dingen. Ja. Dus opbouwen, dat is allemaal heel leuk en aardig. Opmerkelijk dat Simeone echt dat vraagt aan centrale verdedigers met goede voeten. Ja, oké, maar in de opbouw moet je... Knal weg. Ja. Meteen. Ja, geen aanname. Ja, dat zal waarschijnlijk zijn in de 16 meter met balverlies. Maar in de opbouw moet je in Nederland indribbelen, challengen, lange bal... Ja, dat kunnen anderzijds, keukenkampioen-divisie, dan leer je wel vrijuit als links-rechts buiten spits. Leer je wel met alle vrijheid gewoon ballen eigenlijk. Hè? Gewoon lekker voetballen. Klopt dat cliché dat spitsen daar met ervaring misschien vanuit België veel makkelijker scoren in het algemeen? Je bedoelt... Nederland, Eredivisie ook. Ik denk het wel. Ja, kijk naar Björn Vlemings, kijk naar Cyril Dessers. Ja. Ik denk het wel. Ik denk, ja, wat ik zeg, daar ligt het voetbal echt centraal in Nederland. Ja. En daar worden misschien de opbouw ook wel meer fouten gemaakt. Of dat je verdedigend, een speler misschien verdedigend iets minder is, maar voetballend wel beter. En die zou in Nederland eerder spelen dan in België. Ja. Want in België is het andersom, denk ik. Je moet eerst verdedigen of je speelt met 5 achterin. Van de week ook speelden we tegen Sint-Truiden. Ja. Ja, die spelen gewoon achterin, die zijn echt als een blok. Echt als een blok zijn. Ja. In Nederland zijn er heel weinig clubs die dat doen. Ben je dan geduldig genoeg als spits om? Want je zei daarnet, ik had dat ook opgeschreven. Ik had zo wat beelden van jou gezien. En dat je in die wedstrijd waar het moeilijk is, waar jij altijd uitzakt om de bal te willen voelen. Ja. Omdat je hem anders bijna nooit hebt. Ja, voor mij is het wel moeilijk als ik per helft 3 of 4 ballen aanraak. Ja, dat is voor mij wel moeilijk. Ja, dan wil ik... Wat wil je dan doen? Echt wel mee het spel maken of gewoon even de bal voelen? Ja, dat kan niet. Dat is dan niet goed om dat te doen natuurlijk. Nee. Dus, ja. Maar het instinct is sterker dan... Ja, dat frustreert je dan dat je denkt van... Oh ja, ik heb nu al 10 minuten geen bal gehad. Dus je naar je klok te kijken. Oh ja, ik heb de laatste 10 minuten geen bal aangeraakt. herkenbaar. Ja. Herkenbaar. Hey, Radia. Ja. Inspelen. Ja, maar goed. En dat je dan denkt, zet die bal dan voor, want ik sta hier daarvoor. En dan doen ze het niet. Dan kappen ze terug. Zeg eens even uit de biecht, Vincent. Wat gaat er dan? De vulkaan hier. Wat gebeurt er dan van binnen bij jou? Ja, maar soms kan dat ook gewoon niet. Soms weet je ook van... Nu moeten we bijvoorbeeld... Dan zijn we misschien van kant aan het tussen heel veel, snap je? Ja. Omdat dat hoort ook, want die tegenstander wordt moe, die moet blijven lopen. En je weet gewoon, misschien de komende 10 minuten komt die bal wel. En ik tegen Sint-Truiden bijvoorbeeld, op een gegeven moment gaf Radja echt zo'n topbal. Die schoot ik uiteindelijk vanaf 10 meter over. Maar die bal kwam dan wel, weet je? En dat komt dan misschien omdat je die zo vaak rond hebt gespeeld... Ja. Dat dan even een momentje van onoplettendheid en dan geeft hij de bal, snap je? Dus... Je moet gewoon gefocust blijven en rustig blijven, omdat je weet dat het moment gaat komen. Alleen, dat is zo moeilijk, want je bent de hele week voor aan het trainen en dan sta je daar 10 minuten zonder dat je de bal aan raakt. Ja. Dat is soms lastig. Ja. Hoe zit het, de verhouding Jansen-Vrij? Hoe loopt dat? Ja, goed. Ik denk, we hebben een goede, gewoon een gezonde relatie. En ik denk dat we allebei kwaliteit hebben. En gelukkig is het niet aan mij om daar... een beslissing in te maken. Ja. Wie zou een potje sumo winnen? Ja, die wint Michael, denk ik. Dat is wel een beest, hè? Ja, zeker. Ja, dat is toch atypische spits eigenlijk, hè? Ja, maar ik denk dat er over hem ook heel veel misverstanden zijn. Want er zullen mensen zijn die misschien niet geloven. Als je maar één keer gezien hebt van voetballende spits. Terwijl we hebben acties van jou gezien, ook in Monterrey. Echt gewoon mee het moment opzetten en het afwerken met hele... fluxe, technische beweging. Leefde dat vooroordeel ooit over jou? Dat het niet voldoende voetballend was? Ja, ik denk bij AZ heb ik ook wel in Nederland voetballend gewoon echt mijn bijdrage geleverd aan het team. Zeker, en bij Almere was dat ook al zo. En ik denk ook hoe ouder ik ben geworden, hoe meer dat uiteindelijk... vroeger was ik echt heel erg gefocust op goals maken, denk ik. Dat was eigenlijk echt het enige wat ik wilde. En ik denk, killer. Ja. En hoe ouder ik werd, dacht ik ook van... Oké, ik vind het voetballen ook echt leuk, zeg maar. Interessant. Of een bal vasthouden en iemand anders wegzetten voor de goal. En ik denk hoe ouder je daarin wordt, zeg maar... dat je dat probeert te combineren, zo compleet mogelijk begint te worden... als spits zijn, hoe ouder je wordt. Ja. Ben je zen in de box? Sorry? Ben je zen in de box? Oh, zen. In balans?
Ja, dat is wel... Maar bij anderen gaat soms de hartslag net iets te hoog. De adrenaline dat je een bal 120% trapt en dus over. Ja. Dat is wat ik bedoel. Heb je bijvoorbeeld vroeger individuele training gehad als spitsentrainer? Ja, ik heb veel? Dat wel. Ja, ook voornamelijk na training en zo. Of ja, vroeger vanaf jongs af aan deed ik... Het enige wat ik deed was eigenlijk op goal schieten. Ja, ik heb niks anders. Maar heb je dan instructies gekregen van iemand die je bijstaat? Ja, tuurlijk wel van overal waar je komt. Dat maar wel goeie, echte... Wie had de beste invloed op jou? Misschien een ex-international of voetballer? Nee, dat is moeilijk om te zeggen. Ja, als jonge spits zijnde was een van de weinige spits waar ik echt naar keek, was dan misschien Van Nistelrooy. Ja. Ja, omdat het dan toch uiteindelijk... Als je een Brabander bent, dan moet dat. Precies. Maar heeft hij jou ooit bijgestaan? Nee, niet. Ja, ik heb hem een keer gehad als assistent bij Nederlands Elftal. Maar nee, het is niet dat hij met mij gewerkt heeft. Nee. Dat vind ik wel een heel groot voordeel, Dave. Als je... Tuurlijk. Ik weet niet of... Ken je Marten Grijze? Je iets? Ex-PSV? Nee. Die was ooit mijn teamgenoot toen ik heel jong was. Ja, die leerde mij ontzettend veel bij. En ik vind... Ik heb op mijn 34ste, 35... Vriend van Luc Nilles, die periode. Okay. Ja, ooit Gianfranco Zola leren kennen. En die leerde me om op een bepaalde manier op een bal te trappen. Ik dacht, 35, bedoel je... Ja. En toen legde mij dingen uit dat ik dacht, dit heb ik nog nooit gezien. Kleine details die je als spits zeg maar, zelf ondervindt, wat je zelf zegt, maar dat je tips krijgt van dat je denkt, van eigenlijk is dit wel logica. Als je op een bepaalde manier trapt op een doel of als je langer wacht, in sprint in de 16, in beweging in de 16, dat je bijna niet... Het stoppen bent. Ik vraag me wel af, dat is ook een moeilijke vraag misschien, maar ik ga het toch stellen, maar waar je de lekkerste goal vindt om te maken. En dan denken, vroeger hadden we het wel eens met Jelle Vossen, die vroeger bij Racing Genk, die rook altijd eerste paal, lage voorzet op rechts, voetje gewoon open draaien, verre hoek, deviëren. Hoe scoor jij het liefst? Ja, ik denk misschien wel die goal tegen Union. Zoiets, dat je je lichaam sterk gebruikt en dan uiteindelijk ook... Ja, nog oog houdt voor de goal op een rustige manier. En dat je dan af kan maken. Ja. Ken je al die doelpunten? Ik heb ze hier eens genoteerd. Hoe ze kwamen, assist. Ik ook. Ken je die nog van buiten allemaal of niet? Jawel. Van dit jaar bedoel je? Wie de assist gaf en zo. Ja, ik denk het wel. 28 augustus in Gent. Wie gaf de assist? Pacho. Pacho is goed. 31-8, thuis Union. Wie gaf de assist? Jurgen. Goed. De penalty tegen Union. Waar heb je die getrapt? Oh, die schoot ik rechts onder een beetje. Rechts van het midden. Ja. 4 september, thuis Westerlo. Waar schoot je de penalty? Rechtsboven. Inderdaad. Ongelooflijk. Ja, daar komen we dichterbij. 11 september in Cercle. Dat is die mooie counter-attack. Dat was eigenlijk een beetje... Die vind ik fantastisch. Maar wat daar belangrijk is en wat misschien niet iedereen meteen merkt, is dat hij wacht op het goede moment en maakt even een vooractie. En die verdediger, die moet ook sprinten. Dus die kijkt even en die denkt, hij is er nog. Het moment dat hij wegkijkt en je maakt die vooractie en dan loop je terug, weg in de rug, dan is hij je kwijt. En wat jij zegt van Jelle Vossen, dat is net het moeilijke om daar in een sprint zeg maar, nog voor je tegenstander te komen. Ja, er lag nog ruimte tussen doelman en verdediger. Als die bal daar, dan weet je dat je hem gaat binnentrappen. Dat zijn hele lekkere goals. Dat zijn hele lekkere goals. Ja, ik vind het ook, Thuis Serain. Wie gaf de assist? Thuis Serain. Pieter. Pieter Gerkens, dat natuurlijk. Dat was afgeweken bal. Ik was teruggegaan. 2 oktober de penalty. Ja, ik denk dat je daar een flitsboete nog voor mag ontvangen. Ja. Die penalty. Welke penalty bedoel je? Ja, tegen Kortrijk, hè? In de slotfase. Ja. Oh ja. Flitsboete. Te snel. Hoe ga je om met de psychologie van een penalty? Denk jij, die keeper weet van de doelmannentrainer, die weet dat ik links, rechts en zo getrapt. Doe je dan zo de dubbele gedachte? Ja, dat is wel grappig, want de keeper kwam naar me toe en zei van, je gaat in het midden schieten, zei hij. Zei hij? Ja, dat zei hij. Je gaat in het midden schieten. Ik ga blijven staan of zo. Ja. En dus sprak ik hem na de wedstrijd nog en hij was natuurlijk blij, want ze hadden gewoon... Ja, die mannen proberen alles op focus te brengen. Dus dat was de reden waarom je zo hard trapt. En dan had je hem desnoods mee in doel getrapt. Nee, ik heb meestal wel... Van mezelf van ik ga hem daar schieten voor de wedstrijd of zo. Dan denk ik af en toe in de bus of zo. Dan denk je van oké, vandaag schiet ik de penalty daar. En denk je ook van ik ga hem echt binnenschieten? Ja. Snap je wat ik bedoel? Want veel mensen denken ik ga daar schieten. Maar in de optiek over het feit dat je penalty neemt, dat je denkt van ik ga hem daar schieten, maar ik ga hem binnenschieten. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, absoluut. Absoluut. Positieve mindset. Ja. Ja. Wat moet ik nog vragen? Over Van Bommel hebben we het al gehad. Spreek je wel eens met Mark Overmars over voetbal? In welke zin, wat heeft hij jou misschien al meegegeven?
Nou ja, uiteindelijk... Met zo'n carrière, daar kan je altijd wel iets van opsteken. Natuurlijk. Ja, zeker. Ik kan me nog herinneren, speelden we een keer... Dat was de eerste wedstrijd van Kelvin, denk ik. En toen zei hij zo van, hey, Kelvin, Vincent, kom eens. Ja, dat balletje achter de verdediging, Kelvin, let daarop. Die kan je af en toe die kan jij leggen als je naar binnen komt. En dat zijn eigenlijk dingen wat we wel van elkaar weten dan natuurlijk. Maar ja, het is altijd wel fijn als iemand daar eventjes extra aandacht aan geeft. Want daar let je dan toch op. Ja. Maar uiteindelijk zijn we ook allemaal zelf voetballers. En weten we wel van elkaar wat we willen. Waar ik van verrast was, is de goal die je maakt tegen Union, waar Siebe van der Heijden op het einde wegduwt, is dat... wat ik gemerkt heb, als je met je gezicht naar het doel staat, dat je eigenlijk wel heel snel bent en ook sterk. Terwijl de mensen, als ze jou zien voetballen, heel vaak met de rug naar het doel zien staan. Ja. Ja. Dan zou je dat in principe toch meer moeten kunnen gebruiken als de ruimte er ligt. Ja, dat is denk ik ook iets, omdat ik soms te graag dan sterk wil zijn en mee wil voetballen, vergeet ik af en toe nog dat ik eigenlijk diep moet gaan lopen. En dat is wel een van de dingen in mijn spel. Ja, zeker omdat je zo sterk bent ook. Ja. Nee, zeker. En dat is ook wel iets waar ik... En zegt Van Bommel dat dan soms? Ja, zeker. Toch? Ja. En dat is de eerste vraag die ik aan de jeugd stel. Hè. Wat is de snelste manier om een kans af te dwingen als spits? En dan zie je ze denken en dan denk ik diep lopen zonder bal. Ja. En als je dat krijgt, dan hoef je niet veel te doen. Ja, nee, is ook zo. Zeker, uiteindelijk is dat... Kijk eens aan. Ja. Nog iemand die jou wel hoog heeft zitten, is ome Louis natuurlijk. Hè? Oh. En Louis van Gaal die sprak onlangs nog over Vincent. Een tijdje geleden al wel, toen hij erbij kwam voor de Nations League. Over Vincent Janssen, Louis van Gaal. Wanneer komt Janssen? Want wisten jullie dat hij ging trouwen in deze periode? Want ja, dat kwam toen, een beetje knullig toen, over. Toen wij eenmaal besloten hadden dat we hem gingen uitnodigen omdat Malen geblesseerd was, toen wisten wij nog niet. Dat moest hij ons natuurlijk wel vertellen. Ja. En wanneer komt hij? Want dat wordt heel kort. Nou, ik vind dat hij mag trouwen. Ik vind dat hij ook de, ik vind ook dat hij de bruidsnacht goed moet doorbrengen met zijn lieve vrouwtje. En dan mag hij van uitrusten. En dan komt hij 7 juni. Ja, dat wil ik. Ja, ik ben een hele normale iemand die van die menselijke kantjes ook waardeert. Ja, je hebt goed uitgerust van de... Ja, goed uitgerust. Ik heb meteen een vraag. Ja. Heeft hij tegen jou ook gezegd als spits dat je altijd eerste paal moet lopen? Ja. Nee, dus dat zegt hij tegen iedereen. Ja, dat klopt. Ja. Wat zei hij nog? Nee, ja, uiteindelijk is dat wel grappig, want ja, dan zie je die oproep. Uiteindelijk kwam dat op dat moment even onverwachts, denk ik. Maar dan zet je gewoon die knop om. En dan spreek je elkaar uiteindelijk via de telefoon. En dan gaat hij gewoon uitleggen waarom hij heeft opgeroepen. Omdat hij, Wat zei hij dan? Nou, wat voor type spits hij, wat hij zoekt. Wat hij graag wil erbij wil hebben. En dat hij mij de kans wil geven om dat te laten zien. Wat hij denkt dat ik kan betekenen. Daar praat je gewoon over. En... uiteindelijk heb je daar gewoon een heel goed en normaal gesprek over. En dan zie je elkaar in het echt ook. Dan zit je daar een paar weken later en dan gaat het eigenlijk gewoon heel goed. En hoe werd je onthaald in de groep? Ja, heel goed, denk ik. Ik ken natuurlijk al wel wat jongens. Maar er zijn ook wel heel veel nieuwe jongens bijgekomen. En dat is wel het mooie nu van het team, van het Nederlands elftal, denk ik. Dat echt, die jongens zelf, iedereen is echt gewoon echt supergoed met elkaar. Het is gewoon één grote gezellige groep eigenlijk. En er worden s'avonds spelletjes gespeeld. En iedereen zit echt in de lobby eigenlijk met z'n allen. En dat is wel echt leuk. Ja. Qatar, het Q-woord. Louis van Gaal heeft het over de fitheid van Depay, over Frenkie natuurlijk. Maar wanneer komt die selectie definitief? Volgens mij is dat... de vrijdag voordat je maandag moet melden. En dat is dan een week voor het WK, denk ik. Ja. Ja, jij hebt al alles gegoogeld waar de goede restaurants zitten en zo, de zwembadjes en alles. Nee, dat heb ik nog niet gegoogeld. Nee, zeker niet. Nee. Maar je gaat mee. De tas staat klaar. Die zal ik waarschijnlijk pas de laatste dag gaan pakken. Maar, je voelt toch als je spreekt met Louis van Gaal, dan voel je een soort van vertrouwen? Ja, maar hij is daar ook wel gewoon heel eerlijk in, want hij zegt wel van... iedereen moet het gewoon laten zien. Er zijn een paar jongens die hun plekje wel duidelijk hebben. Maar er zijn ook nog heel veel plekjes open. En ik denk dat het op mijn plekje zeker nog open is. Ja. Ga eens kijken of je goed hebt opgelet naar de persconferenties van Louis van Gaal. Want die zegt één woord, 100 keer. Je moet bij Oranje, moet je... Presteren.
Leveren. Leveren, 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 leveren. Dat klopt. Leveren. Vond hij dat jij geleverd had de laatste keer? Ik denk dat hij heel tevreden was over de wedstrijd tegen Polen. Maar ik denk dat hij niet tevreden was over de wedstrijd tegen België. Nee, nee. Het was natuurlijk, hoe bijzonder was het, dat moment dat je dan gaat trouwen? Dan is er dat nieuws. Ja, dat is toch heel, heel speciaal. Wat zeg je tegen je moeder de vrouw dan? Ja. Ja, nee, dat was wel... Talia, was wel, jouw vrouw? Ja, dat klopt. Dat was op zich eigenlijk nog wel een moeilijk moment. Want we waren... we waren op onze honeymoon. Dat is uiteindelijk ervoor. Want wij konden daarna had ik gelijk de voorbereiding in Mexico. En dan ga je dus... zit je daar op de honeymoon en dan krijg je een berichtje van je bent opgeroepen. Nou ja, goed, dan ga je de datums bekijken. En dan zie je dat dat tijdens de bruiloft is. Maar ja, het eerste waar je natuurlijk zegt van ja, trouwen die één keer in je leven. Dus wij gaan gewoon trouwen. Dan gaan we uiteindelijk... proberen te kijken of het daarna mogelijk is. Maar ja, dan moet je dus aan je vrouw uit gaan leggen. Dat je een dag na je huwelijk... Hoe doe je dat? Ja, in Amerika was ik getrouwd. En dat je een dag daarna wegvliegt. Hè, naar Nederland zelf toe. En dat is natuurlijk niet makkelijk. Want die vindt het ook niet leuk. Spitsen snel, die kan op korte tijd heel veel dingen doen. Ja, dat klopt. Je moet je afvragen, je krijgt telefoon. Hè, want ja. Ik heb niet hetzelfde, ik ging niet trouwen, maar ik ging op vakantie. Alles was geboekt met een vrouw en kindjes. Je krijgt telefoon van de bondscoach, je bent opgeroepen. Ja. Dan is direct, je nieuws, je gaat dat zeggen. Maar de vraag is, hoe breng je dat over als je gaat trouwen? Wat zeg je dan? Schat, moet je iets vertellen? Ja, uiteindelijk wel. Gehad. En wat zei ze? Ja, die vond het niet leuk natuurlijk. Maar, niet leuk? Minimaliseer je het nu? Of heb je het porselein naar je hoofd? Nee, zeker niet. Nee, mevrouw is wat dat betreft wel echt heel... Rustig. Heel rustig, ja. En dan ga je gewoon zitten en die legt uit. En ja, dan moet je de situatie gewoon uitleggen. En voor haar is dat heel nieuw natuurlijk ook, want de laatste 3 jaar heb ik daar niet bij gezeten. Nee. Maar ja, ze pakt het wel redelijk goed op. Schitterend. En welke invloed heeft zij op clubs die jij eventueel zou kiezen? Hou je er rekening mee? Want ja, zeker Antwerpen wel. Antwerpen is een andere wereld. Nee, ik weet toen het op een gegeven moment ter sprake kwam, dat was denk ik in april of in mei, had ik dan een gesprek met mijn zakennemers en zou je er in principe voor openstaan om terug naar Europa te gaan. En toen hadden ze, en dan leg je daar neer en dan is dat wel een moment voor haar, is dat de eerste keer dat ze in Europa gaat wonen, als dat zou gaan gebeuren. En ja, voor haar is dat in het begin niet heel makkelijk natuurlijk. En daar heeft even tijd nodig gehad om daar ook... te gaan begrijpen wat er staat te gebeuren. Maar uiteindelijk is ze daar gewoon heel flexibel. En wat was dan het moment dat ze misschien, of jij ook, dat de keuze echt gemaakt werd? Wij geloofden dat toch niet in het begin, hè? In het begin, toen zijn naam ter sprake kwam, dan denk je, Vincent Janssen, dat kan niet. Ex-Tottenham. Hij is een hele grote fan van Tottenham. Dus waarschijnlijk de eerste keer dat hier iemand zit... Ik heb nog een seizoenskaart ex-Tottenham. Dus hij is al heel rustig gebleven van hiertoe. Want zijn hart... Frankfurt even op en af. Ja, dat doet hij allemaal. Tuurlijk. Dus de eerste keer dat jouw naam in verband werd me gebracht met Antwerpen, denk ik, het zou wel kunnen. Want de heer Paul Heijsen, die wil wel iets uitbouwen. Ja. Maar ik dacht, Vincent Janssen, die kan toch... Maar ja, is toch heel straf. Ja, voor mij uiteindelijk... Ik moest daar in het begin soort van over nadenken, omdat ik zat eigenlijk wel op mijn plek in Mexico en ik vond het daar heel, heel leuk. Maar uiteindelijk heb ik ook wel aangegeven van ik zou er wel voor openstaan om terug te gaan. En toen het eigenlijk ter sprake kwam, was het voor mij redelijk snel wat duidelijker. Ja, Brabanders die kennen Antwerpen natuurlijk. Dat zit in de binnenzaak, hè? Want in Antwerpen zeggen ze vaak, die jongens uit Brabant, die zorgen er altijd voor dat onze kathedraal nooit droog staat, want na het pintjes drinken... Dat doen ze hun gevoeg tegen de kathedraal. Ja. Die komen allemaal heel graag naar Antwerpen. Maar het is ook jij kende Antwerpen ook al wel, hè? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, zeker. Maar het is ook het feit dat jullie net van die regio allemaal zijn, net over de grens, of niet zo ver over de grens, dat je qua karakter veel meer aansluit bij ons, denk ik. Ja, zeker. Dan richting Amsterdam. Ja. Het is wel grappig dat je dat zegt, omdat in de groep worden er ook soms wel eens grapjes over gemaakt. Ja, toch? Zeggen, je bent meer Belg dan Nederlander. Ja, oké. Dat is wel leuk. Zeg eens een goede Belgen op, kom. Een Belgenmop, die heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Nee. Heb jij er een? Ik heb er een paar. Ik heb voor jou ook Hollander moppen. Je mag er eentje kiezen. Maar ik ben daar heel slecht in. De eerste is misschien wel leuk. De Belgen. Ik snap de eerste nu. Oh, deze eerste. Ja, de eerste. Okay. Moet ik een vraag? Ja, lees maar voor. De Belgen gaan een eerste raket lanceren. En, vraagt de verslaggever, waar gaat de reis naartoe? Ah wel, zegt de Belg. Wij gaan naar de zon. Naar de zon? Vraagt de reporter. Maar daar is het toch veel te heet? Bent u nu bang dat de raket gaat smelten? Wat denkt gij? Antwoordt de Belg.
we zijn niet gek hoor. We gaan natuurlijk s'nachts. Ik vind hem goed. Hij is goed, hè? Jij doet me echt denken aan het accent. Hij vertelt ook goed. Ja, maar echt het... New Kids. New Kids. Echt het accent. New Kids. Als jij zo leest, wat denk jij, jongen? Vond je dat een goede film? Ja. Dan lachen. Ja, ze lachen. Die keren aan de auto die dan naar Woensel of zo. Ja. Shoppingcentrum. Imiteer je dat wel eens? Nee. Ja, vroeger wel. Vroeger wel heel veel natuurlijk. Ja, ik heb ook vrienden uit Rotterdam en zo, of Amsterdam, ja. En dan zeggen ze hey, doe eens Maaskantje, juist. Maaskantje, ja. Kom, nog één voor de Belgen, een Hollander mop, hè? Ja. Een niet al te snuggere Hollander steekt een lucifer aan en blaast hem uit. Stopt hem terug in het doosje en zegt... Die bewaar ik, want die doet het. Die vind ik wel goed. Goed, ik moet het toch even doen. Het Spurs-woord is gevallen. De mooiste club van Noord-Londen en bij uitbreiding het Westelijk Halfronde natuurlijk. Iemand zegt in mijn oor leugens, maar dat komt omdat dat een gooner is. Hey, die jongens kennen dus absoluut heel weinig van voetbal. Hoe kijk jij terug op die periode? Ook niet altijd even makkelijk, want als je bij zo'n club komt, je hebt veel kwaliteit, maar dan moet je toch onmiddellijk staan. Alle kansen, ja, de kansen komen, blijven niet komen natuurlijk. Hè? Nee, dat is moeilijk. Hoe was dat voor jou om daar te zitten? Ja, wel moeilijk, denk ik. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik naar het buitenland ging. En dan kom je toch wel bij een grote club terecht. Ik zat een jaar daarvoor speelde ik nog in de tweede divisie in Nederland. En dan ja, eigenlijk binnen 11 maanden toen. Niet eens, volgens mij zat ik in de club die tweede was geworden in de Premier League, jaar daarvoor. Dus ja, daar praat je natuurlijk over een heel groot kwaliteitsverschil. En dat was in het begin gewoon heel erg moeilijk voor mij. En jongen ook, en dan doet dat iets met je vertrouwen, want je speelt niet veel. Ja. En ja, je scoorde ook niet heel veel in die tijd. Dus ja, dat is niet makkelijk als jonge speler, denk ik. En ik wilde ook graag voetballen. En die tijd viel ik eigenlijk alleen maar in. En ik had wel geluk dat er toen... Nederlandse, Belgische jongens zaten toen. Waarbij ik uiteindelijk zeg maar, buiten het veld om zat alles wel echt goed. Dus daar was ik wel echt blij mee. Ja, maar goed. Daar ben ik nieuwsgierig over. Als je niet speelt, hoe het dan is om in het grote Londen te wonen. En heb je dan steun van jongens als Jan en Toby op dat moment? Moussa zat er nog, denk ik. Ja, Moussa Jan, ook nog, ja. Moussa, Toby, Michel Vorm, ja. Eriksen. Ja. Uiteindelijk zijn er toch 5, 6... Nederlandstalige jongens. Half Hollander, hè, Eriksen. Ja, helpen die jou dan? Ja tuurlijk. Ja. Ja, heel erg. Want zij zaten vaak in Hampstead en zo. Hè. Waar woonde jij? Ja, mijn eerste jaar woonde ik in het noorden en het laatste jaar woonde ik ook in Hampstead. Dichter bij Anfield. Denken mensen altijd Anfield met de A, maar het is Anfield met een E, want daar is het complex. Ik ben er eens geweest, het is waanzinnig. Hè. Ik heb er eens afgesproken met Jan voor een interview. Je ziet er geen papiertje op de grond. Het is ongelooflijk. Ja, ik ben er ook al een paar ongelooflijk. Dat trainingscentrum, dat is... Ja. Dat kan je niet voorstellen. Als een spits, kon jij nog genieten op training van zo de afwerkingsvormen als je dan zo'n Kane... Ja, dat is ongelooflijk. Leg eens uit, hoe is dat om die te zien? Maar Kane en Son, dat is gewoon met links, met rechts. Eriksen ook nog in die tijd. Ja, dat was gewoon links en rechts, die leggen alles binnen. Dat maakt ze niet uit. Dus als jonge jongen daar mee te trainen, dan daar leer je wel echt veel van. Zeker. Ja. Herinner je niet zo op training, na de training, voor de training, dat jullie wel eens het spelletje deden van... Gebeurde dat? Ja, zeker. Wat dan? Wel. Ja, gewoon bal vanuit de achterlijn aannemen en afwerken. Dat was dan soms in de spelvorm, soms gewoon leuk. En als je spits bent, moet je eigenlijk meedoen aan die oefeningen. Ook al ben je moe en iedereen gaat naar binnen als spits zijn, dan moet je meedoen. En wat ik zeg, die gasten leggen alles binnen, dus laat echt niks maar ik, op. Heel verwonderlijk wat ik zag. Ik denk dat het tegen België was in de Interland. Jij bent linksvoetig, hè? Maar jouw rechtervoet, een echt linksvoetige... Die gebruikt zijn rechter heel vaak alleen voor op de bus te stappen. Dat zeggen wij. Hè? Ja. Maar ik zag een schot van jou met je rechter. En dacht ik van, is die nu echt linksvoetig? Want jij doet alles met links, maar je trapt met rechts. Ja. Dat heb ik nog niet zo vaak gezien. Ja, ik heb vroeger eigenlijk... Ja, dat is gek, maar ik was vroeger eigenlijk echt rechts. En dat was mijn betere been. Vroeger bijvoorbeeld in de jeugd nam ik alle penalties met rechts. Vrij trappen met rechts. Ja. En uiteindelijk... dat is heel gek, maar op een of andere manier kwam ik er eigenlijk achter dat links mijn favoriete been was. En nu neem ik de penalty met links bijvoorbeeld. En links is wel echt dus bijvoorbeeld als je een volley doet, wat doe je het links of rechts? Of het liefste? Een volley denk ik, met rechts. Lange bal ook rechts. Als jij mijn lange ballen ziet trappen, die doe ik beter, veel beter met rechts dan met links. Ja, dat is heel vreemd hè? Ja, dat is gek.
Net hadden we het over Tottenham. Heel veel van die jongens die daar voetbalden, die zeiden als je met één jongen samen voetbalt, dan is dat heel duidelijk. Dat is de beste waar ik ooit mee samen heb gespeeld. En dan komt maar één naam naar boven altijd. Dat is die van Moussa Dembélé. Ja. Dat zeggen heel veel spelers. Zeg jij dat ook? Zeg jij dat ook? Nee, dat is niet normaal. Leg het eens uit, het enigma Moussa Dembélé. Ja, dat is... Ik kan dat niet uitleggen. Maar dat is ongelooflijk. Kan je je niet voorstellen hoe goed die man was. Dat was echt, ja, die is sterk, die is goed met zijn voeten. Die snel. Misschien is duidelijk met een voorbeeldje dat je in je hoofd zit. Op training of in een wedstrijd. Maar op trainingen was dat... Ja, als je bij Moussa zat, dan moet je gewoon. Het is jammer dat hij uiteindelijk zoveel blessures heeft gehad. En uiteindelijk heel veel problemen met zijn enkel. Hoe was het volgens mij? Maar de kwaliteit was daar ongelooflijk. Ja, iedereen zegt dat. Maar dus, op de nationale ploeg was dat ook. Dat was niet normaal. Je hebt met Moussa gespeeld. Ja, dat was niet normaal. Ja. Ik heb hem echt zien opkomen van in het begin. Ja. Toen speelde hij nog in de aanval. Ja. In Schot, tweede spits. Hè? Ja, in Willem II. Of in AZ. Ja. En dan kwam hij bij ons en toen speelde hij soms op het middenveld. En dan dacht je, ja, wanneer gaat hij die bal eens verliezen? Want die... En hij is zo geëvolueerd. Ja. Ik heb hem niet een tijdje geleden teruggezien in Antwerpen. Hij is ook nog... Ja. Een body gekregen, die was sterk, snel, linksvoet en rechtsvoet. Die kon iedereen gek maken op training. Dus, onwaarschijnlijk. Pindakaas, hè? Dat zei Jan. Pindakaas. Ja? Bij Tottenham stond er een vaargul pindakaas op tafel. En als die op is, wordt iedereen gek. Dat zei Jan. Maar niet in die tijd dat ik er zat. Toen, was die pindakaas al weg, denk ik. Ja, zeker. Pochettino. Hoe was dat? Je lacht, want ik heb geen voorkennis. Ja, toch wel. Hè. Het gaat niet over Tottenham. Ik bedoel, nee, maar het is een man die er wel geprezen wordt dat hij grootste dingen met Tottenham deed. Het is niet de kern die ze nu hebben, natuurlijk. Hè. Nu is er zoveel geïnvesteerd. Perisic erbij, Kulusevski, Richarlison. Het was toen net iets beperkter in kwaliteit. Wat kan je erover zeggen? Ja. Een band, wel een band? Nee, we hadden geen band. Nee. Dan wordt er ook geen uitleg gegeven van je kans komt nog. Of... Ja, maar ik vind het ook altijd zo moeilijk om te zeggen, ja, er is geen uitleg gegeven. Ja. Ja, altijd als je dan niet speelt, dan ga je zeggen van ja, nee, ik hoor al zo lang niks van de coach. Ja, maar misschien draait het goed. Op dat moment was Kane topscorer. Ja. Ja. Die schiet alles binnen. En we stonden tweede in de competitie, denk ik. Ja, waar moet ik dan naar binnen lopen en dan zeggen van ja, haal Kane er eens uit en zet mij er eens in. Of waarom speelt Kane wel en ik niet? Nee, je hebt er geen behoefte aan. Nou ja, in sommige gevallen wel, maar... Dat niet gaat als, niet, hè? Nee, ja. Nee. Niet als Kane topscorer is. Als hij nou 20 wedstrijden droog staat, ja, dan loop je misschien een keer naar binnen. En als je ziet dat hij op training ook niet hard werkt of zo, dan zeg je af en toe van... Oké, maar wanneer zou mijn kans kunnen gaan komen? Wat verwacht je van mij? Wat wil je dat ik beter doe? Maar niet als hij topscorer is. Heb je daar nooit over nagedacht, over het feit als je als spits naar zo'n ploeg gaat, waar zo'n speler rondloopt, dat je denkt van, dit wel is moeilijk worden? Ja, want je kon op PSV, Wolfsburg, maar Tottenham is natuurlijk nog... Nee, ik had nooit naar PSV gekund. Ah, dat werd toen al... Dat is een... Ja, die waren wel geïnteresseerd, maar uiteindelijk vroeg AZ zoveel geld. En dat betaalde topclubs in Nederland toen niet. Wat was de optie dan die reëel was naast Tottenham? Ik denk Wolfsburg. Ja. Wolfsburg was reëel. Maar ik had al redelijk snel mijn plannen wel gezet op Tottenham eigenlijk. En mooi, dat was gewoon... Ja, die werden toen zeg tweede, speelde Champions League. Londen. Dat je denkt van trainingscomplex wat je dan ziet. Nou ja, goed, dan ben je redelijk snel over. Dat wil ik nog wel eens weten in jouw carrièreverloop. Want het is ook grillig. Hè, bij Feyenoord U19 moet je op een bepaald moment vertrekken. Je doet het waanzinnig goed bij Almere. Valt op bij iedereen. Ik kreeg net een appje van... Harm van Veldhoven stuurde iets. Ik zei van ik kan nu even niet bellen, want ik heb Vincent Janssen op de koffie. En die zei, die wilde ik nog halen bij Almere toen ik bij Roda zat. Dat wist je ook? Ja, ik weet wel dat toen bij Almere aardig goed clubs interesse hadden. Zijn er ooit momenten geweest dat iets kon, dat er iets leefde, maar dat je club niet mee wilde of je management of jij zelf niet? Buiten de reguliere interesse? Ja, zoals? Ik denk het wel. Bij Tottenham op een gegeven moment, toen wilde ik graag weg. En ik kan me nog herinneren, dat speelden we Frankrijk uit met Nederlands elftal. Verloren we 4-0. Laatste dag van de transfermarkt. En dat was de laatste dag van de transfermarkt. En toen kwam ik terug in de kleedkamer, 4-0 verloren, WK weg eigenlijk. Ja. En dan kijken ze op je telefoon en toen hadden ze Llorente gehaald, Tottenham. En dan heb je nog 2 uur. Ja. En dan zegt de voorzitter, je mag weg. 2 uur. En toen uiteindelijk met Brighton een uurgesprek gehad. En echt ook een goed voorstel gedaan. Trainer heel snel gesproken, super, super, eigenlijk alles...
Ilia, en ik had die stap waarschijnlijk ook genomen als ik daar 2 weken eerder had kunnen doen. Ja. Maar dan zo'n uur, heb je een uur of 2 uur om te beslissen. En dat is zo moeilijk. Maar ik had het toen, als je daar iets langer over na kan denken, dan duurt dat waarschijnlijk. Maar op dat moment zelf, dan is dat zo moeilijk. Ja, dat is, Maar dat is wat mensen niet begrijpen. Soms moet je dingen doen op heel korte tijdspannen. Je moet rekening houden met... Ik kan niet vergeten wat Jan Vertonghen onlangs heeft gezegd. Hè. Hij wou in Benfica blijven, maar zijn sportieve toekomst... En de moment dat je dat moet beslissen, dan zei hij van ik ben egoïst. En dat klopt ook ergens. Soms moet je zo snel handelen... En inderdaad, als je wat meer tijd krijgt, kan je dat wat meer absoluut. Brengen. Ja. En dat vind ik echt wel iets wat jij aanhaalt, dat vind ik ook echt. En dan hebben heel veel mensen daar dan een mening over, van je verdient genoeg geld. Daar gaat het niet over. Dat vind ik een van de meest onnozele dingen om te zeggen. Ja. Want uiteindelijk, je hebt een familie, in Jan's geval dan bijvoorbeeld. En er zijn van die momenten die heel moeilijk zijn voor voetballers, zeker. Tuurlijk. Je had het net over Almere en ik hou ook wel eens van lager divisie voetbal. Ik zag dat jij daar hebt samengespeeld met een van mijn favoriete voetballers van vroeger, die niemand kent hier, Jason Oost. Jason Oost, wat een heerlijke voetballer. Jason Oost, die maakt een beetje goals, denken aan Fadiga, echt een laag zwaartepunt, zo kronkelend. Die had een heel aparte stijl. Ja. En die speelde samen met Jeroen Ketting, die bij ooit nog Sparta, opgeleid is. Ja, hij speelde bij Sparta, maar heel bij Lommel speelde hij dan, onder Frankie van der Elst. Die kent Jason Oost ook, hè? Ja. Ongelooflijk, die zat bij jou bij Almere. Ja. Het einde van zijn carrière. Ja, einde van zijn carrière. Ja, Jason heb ik eigenlijk best wel lang contact gehad ook. Ja. Ja. Aparte voetballer, hè? Ja. Hij is niet de snelste, maar als hij de bal helemaal had... Dan had hij ook dat draaien en zo. Ja. En voor ook bijna nooit de bal eigenlijk. Ja, hele goede voetballer. Ja. Ben je eigenlijk in... want later kom je dan in Mexico terecht, daar wou ik niets over vragen. Is dat dan via een ex-ploeggenoot of is dat via... Want ik zag dat jij met Ortiz... Ja, zoals Ortiz. Nee, dat heeft uiteindelijk niks... Zat je bij AZ al? Ja, dat klopt. Je had er niks mee te maken? Nee, dat heeft... Maar hoe kom je daarbij om in Mexico te gaan shotten? Terwijl waarschijnlijk de helft van Europa toch jouw naam kent. Ja, ik ben altijd wel iemand geweest die zulke dingen... een beetje out of the box denkt, zeg maar. Ik vind dat altijd wel mooi dan. Zit ik daar zo in Mexico als enige Europeaan of zo. Ik vind dat wel mooi. Met je sombrero op. Ja, op een gegeven moment had ik ook een sombrero op, na het kampioenschap. Maar dat ook aardig wat biertjes in al toen. Dus, maar hoe dat komt, ik heb Belgische agenten. Ik weet niet of je dat weet, Tom de Mul en Jana. Echt? Ja, in alle landen, Tom de Mul. Ja. Nu snap ik waarom dat... Maar, dankjewel. Deze agenten zit er ook nog bij, denk ik, hè? Ja, volgens mij op een gegeven moment is dat via een Engelse agent gegaan ook. En die hebben uiteindelijk Tom en Yama benaderd. Ja, en dan draaien die zo'n boekje uit. En dan, het boek is overdreven, maar stuur die informatie door over Monterrey dan. Waar ga je wonen? Zou je dat serieus willen nemen? Wat vind je ervan? En dan komt jij zag dat penthouse of die villa, je dacht van... Uiteindelijk is dat wel een moeilijke keuze natuurlijk. Want het is, het is geen Londen waar je een uurtje naartoe kan vliegen. Maar het is wel 17 uur vliegen uiteindelijk. Hè. Dus wat was je eerste cultuurshock? Dat je dacht van, dat gaat hier zo. Bij de warmte, denk ik. Dat was voor mij als eerste. Ik dacht van, 35 graden trainen. Succes. En de fans ook. De fans daar. Voetbal is echt nummer 1. Nee, alles draait om voetbal. Ja. Elk weekend is voetbal. En... Ja, de derby dan. Ja, het is ook moeilijk om daar... ik zeg niet zo moeilijk om daar over straat te gaan... maar je moet niet denken dat je daar lekker over straat kan lopen. Als Europeaan ook. Hè? Iedereen herkent je natuurlijk. Ja, dat je lekker ergens kan gaan zitten... en dat je niet denkt dat je ergens geen foto hoeft te maken. Of zo. Nee, dat is wel echt... Was het heviger dan hier in Antwerpen? Ja, veel heviger. Ja, in Antwerpen... als ik een uur in de stad loop... dan komen er af en toe 1 of 2 keer iemand naar me toe. En dat is het. Maar dat is wel grappig, want laatst ik zeg dat dan altijd, van in Antwerpen word ik helemaal niet herkend of zo. En laatst ook liep ik met Jan en Moussa door de stad. En toen op een gegeven moment zei ze van, hey Jan en Moussa, mogen we een foto maken? En jou ken ik niet, kan jij de foto maken? Dat is wel grappig, Schitterend. Zeg, Lars Godot van de podcast, die luistert ook, van Shotcast, die heeft ook een vraag gesteld. Klopt het over wat ze zeggen over dat Mexicaanse eten en over de dag nadien? De dag nadien weet ik niet, maar... Nogal. Het is heavy food. Ja, het is gewoon veel barbecuen, veel taco's met kaas erop. En
Ja, die zaten er ook wel tussen die dagen. Ja. Ik wil nog wel een mooi verhaal, Vincent, over het leven in Mexico. Want je dacht, dat vergeet ik nooit meer. Dat is voor bij de kerst te vertellen. Wat je hebt meegemaakt. Ja, op een gegeven moment werden we kampioen. Dat is echt heel mooi. En zat ik er net 6 maanden. Dus ik kon eigenlijk nog geen Spaans. Ja, ik kon wel Spaans, maar niet zoveel. En, Hola, ¿qué tal? Guapa. Bocadillo con jamón. En gewonnen, ja, uit al uitwedstrijd. Ja. In de nacht terugvliegen, feesten, hupsakee, naar huis, uurtjes slapen. En wakker worden hadden we dan de volgende dag hadden we een bustour door de stad. En dan kwam je uit bij het stadion, daar had je dan een podium en daar was dan een heel groot feest. Ja. Onwijs veel man. Als je stond, kon je het einde niet zien. Ongelooflijk. Onwijs druk. Er zijn wel beelden van YouTube ook. En op een gegeven moment dan kom je één voor één het podium op. En dan af en toe krijg je een keer de microfoon in je handen gedrukt. Maar ik kon dus helemaal geen Spaans. Dus ja, uiteindelijk die bus afgelopen en iemand had zo'n een sombrero die bus ingegooid. Nou, ik dan die sombrero opgezet als Europeaan. En dan liep ik echt met een Mexicaans biertje zo de bus uit. En op een gegeven moment moest ik hem een hand geven. Ja, geeft hij de burgemeester van de stad. Ja, dan sta ik dan met mijn sombrero en met de kaarten zo. En dan geef ik de burgemeester een hand. En daar is ook echt zo'n foto van, wat al super grappig was. En toen uiteindelijk zo het podium op, kreeg ik de microfoon in mijn hand. Maar ik wist helemaal niet wat ik moest doen. Stond ik dan met mijn zatte kop, begon ik weer met een liedje te zingen. Zo van heel al die mensen zo. Ja, op een gegeven moment klopte er ook helemaal niks meer van, maar dat was wel echt een mooi moment dat ik dacht van, stonden mijn vrienden, mijn ouders stonden er ook, die dachten van, wat is hij nu weer aan het doen? Ja, dat was wel mooi, dat is wel grappig. Dat is ook op YouTube. Ja, dat is wel mooi. Ja, tijd vliegt, we zitten er al bijna doorheen. Wat moeten we nog zeggen over Antwerpen naar het seizoenseinde, toen dat nog heel ver weg is, maar heel goed gestart. Kunnen ze het halen, denk jij, Wes? Jawel. Maar ja, ik kan dat niet verkondigen, hè, Dave. Maar... Nee, maar jij kan het wel. Ja, ik kan dat wel. Maar jij ziet wie daar allemaal loopt en wat. Ik zou dat vroeger wel bezetting. Gezegd, ik zou gezegd hebben, ja, ik wil kampioen worden. Hoe onlogisch zou het zijn als je als topsporter meedoet aan de top en zegt, ja, kampioen, ja, ik weet het niet. Nee, ik wil kampioen worden. Ja, maar jij bent dan ook een man die Zlatan alles geleerd heeft. Ja, dus dat zal je niet. Nee, maar dat heeft niks te maken met zelfvertrouwen. Maar dat is typisch on-Belgisch om dat te zeggen als je iets goed kan of iets wil bereiken. Okay. En als je het dan niet bereikt, dan is het, ja, wat zie je nu met je, met je manier van... Ja, natuurlijk als topsporter wil je winnen en je wil kampioen worden. Alleen is het in onze competitie zo, puntjes gehalveerd. Ja. En dan beginnen we opnieuw. Okay, dan is de laatste vraag van deze podcast. We zoeken een ludieke prestatie. Wat ga jij doen als Antwerpen de titel pakt? Waar spring jij dan in of uit? Of wat ga je doen? Of... Ik zou iets doen met hem, dat hij iets moet doen. Oei. Verzin maar iets. Iets met Tottenham shirts of zoiets, niet? Rondlopen? Ja, van Arsenal shirt dan. Huh? Ja, dat is misschien een goeie. Dat is misschien een goeie. Oeh, dat vind ik een hele pijn. Dat hij de hele dag of zo of ergens moet presenteren. Ja. Met het Arsenal shirt. Heb je de Supercup in België, heb je of niet? Ja. Als wij kampioen worden, dan presenteer jij de Supercup. Ik weet niet of je daarheen gaat. Dan staan de eerste wedstrijden. Dan zorgen we wel dat die op de Supercup. Ja. En dan doe je dat. Ja. En je begint thuis, je maakt een filmpje. Je begint met een Arsenal shirt totdat je terug thuis komt. En dan doe je dat uit. Ja. Maar jij moet ook iets en dan ronden we echt af. Wat doe jij dan? Ja, maar ik geef jou champagne, want ik heb verloren tegen jou. Dat is ook waar. Ja, Vincent, ik vond het heel leuk dat je bij ons was. Mm-hmm. Ja, je moet nog maar eens terugkomen, want we hebben nog 1001 verhalen te vertellen. Bedankt, Vincent. Ja. Jou ook bedankt, Wes. Graag gedaan. Van die laatste 5 minuten, misschien kunnen we nog eraf knippen of zo. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Dat van Arsenal shirt, dat moet er zeker in blijven. Oké, dit was hij voor deze week. Heel veel plezier. Je kan hem herbekijken, herbeluisteren op alle podcastkanalen naar uw voorkeur. En graag tot de volgende week. Bye bye.